Wiegert Steller. Ik ben Schmied Savings Rotterdam. Ik ben verantwoordelijk voor de inkoop en de verkoop bij Schmied. We zitten al sinds 1908 op hetzelfde punt. Het is opgericht door oma Schmied, die hier de schepen in de Rotterdamse haven bevoorraden. En langzaam maar zeker is het steeds verder uitgebreid. En de grote klap is eigenlijk gekomen onder leiding van Hans Schmied, de oud-eigenaar. Alle vis die binnenkomt, die pakken wij om. Die wordt bij de ontvangstgoederen gecheckt en die doen we in eigen fusten. Elke dag een andere kleur om dat visueel te maken. Alle vis die binnenkomt, die wordt voorzien van een barcode. En die barcode wordt, het hele productieproces wordt die gevolgd. Vanaf het moment dat de vis hier binnen is, is elke vis traceerbaar totdat die bij de klant is. Als een van jullie klanten een probleem met de vis heeft en die roept de pakbon op, kunnen wij precies zien wanneer de vis is binnengekomen, van welke leverancier, van welk schip. Wanneer die hier is gesneden, wanneer die het pand heeft verlaten, wanneer die bij de klant is gekomen. Alles is traceerbaar. En in de viswereld is dat denk ik wel redelijk uniek, zeker met het hele brede assortiment dat wij voeren. Verse vis kan je herkennen aan de volgende feiten. Een verse vis die glanst. Hij heeft mooie, bolle, heldere ogen. Als je in de kieuwen kijkt, zijn die knal en knal rood. Een verse vis die mag absoluut niet ruiken. Heel veel mensen die lusten geen vis of die hebben een afkeer van vis omdat ze zeggen het stinkt. Maar verse vis ruikt niet. De samenwerking tussen Schmied Zeevis en Vers 24/7 is een hele leuke nieuwe uitdaging die we hebben. Iedereen in Nederland, de hele horecamarkt, is nu in staat om ons product af te nemen. En voor ons is dat natuurlijk ook weer een geweldige kans om ons afzetgebied te vergroten. Als ik Schmied kort zou mogen samenvatten, zou ik zeggen van een uniek bedrijf. Waar heel veel mensen met heel veel passie werken om elke dag te proberen het beste bij de mensen thuis te krijgen.